Er moest donderdagmorgen een zware kraan aan te pas komen om een nieuw MRI-scanapparaat naar binnen te hijsen in het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal. De operatie zou om 7 uur in de ochtend plaatsvinden. Het duurde echter tot ver in de morgen voor het 3700 kilo zware apparaat op zijn plaats stond in het ziekenhuis. Het apparaat wordt onder meer gebruikt voor aanvullend borstonderzoek en moet de wachtlijsten voor MRI-onderzoeken terug gaan dringen.